Welkom mensen bij een nieuwe aflevering van Volgens met Joey. In deze serie van How to Sleutelen in 1 minuut ga ik jullie van alles leren over je scooter, hoe je iets kunt veranderen. Dit is een achterremkabel en vandaag laat ik jullie zien hoe je je achterrem kunt stellen. Ik heb hier de daadwerkelijke remkabel van deze Vespa bij mijn handen. En dit is om te laten zien hoe je zo'n rem kunt stellen. Nou, dit is in de theorie. Allereerst, waarom zou je achterrem stellen? Dat doe je om de volgende reden, mensen. Als je je achterrem helemaal kunt inknijpen, net zoals hier, dan is het tijd om je achterrem op te stellen. Je achterrem kun je opstellen door de remstelmoer die erop zit op het schroefdraad aan te draaien, waardoor de spanning op die rem beter wordt. Dit is precies de remkabel van deze Vespa om te laten zien hoe het moet. Laat ik even vasthouden zo. Dit is daadwerkelijk wat we gaan doen. We gaan gewoon de remstelmoer aandraaien en zo stel je een rem. Maar het is makkelijker gezegd dan gedaan. Waarom? Omdat zo'n remkabel op een scooter vastroest. En daarvoor gebruiken wij gereedschap. Hier loopt de remkabel van de Vespa. En dit is het voorbeeld dat ik net gebruikte. Als je aan het pad leggen, dan zie je dat hier, als je de rem indrukt, dat deze beweegt. Het stellen doen we als volgt. Je pakt een waterpomptang of een griptang. Wij pakken de waterpomp. En omdat wij het in huis hebben natuurlijk, de ringsteek ratel 10, want het is een dopje 10. Een maatje 10 bedoel ik. En wij gebruiken hier de ratelkant van, maar het kan ook gewoon met de ringsteek, alleen moet je dat het zo doen. Okay. We houden de remkabel niet op het schroefdraad vast. Dus hier zit een stukje waar geen schroefdraad zit, daar haal je hem op vast. En dan doe je hem opstellen. Dus je pakt de steeksleutel en draai hem naar binnen. Zo. En waarom hou je hem vast met deze waterpomptang? Omdat de remkabel mee kan draaien. En als dat gebeurt, kan hij gaan rafelen en dan heb je een slechte rem, wil je niet. Enfin, als je hem een stukje hebt opgesteld, check even hoe ver. Oké. Ik wil nog steeds veel speling, dus hij kan strakken. Let op, hij mag niet te strak. En waarom mag hij niet te strak? Als hij te strak is, dan draait het wiel niet meer. Het wiel moet vrij lopen zoals het heet. Hij mag ook niet aanlopen, want als dat gebeurt, zet de rem uit, blokkeert je achterwiel, is heel irritant. Gebeurt helaas heel vaak, omdat het gewoon soms gebeurt dat het niet strak staat. Dus hou altijd genoeg speling over. Alleen nu heb ik te veel speling, dus draai nog iets een stukje aan. Oké. Hij loopt nog steeds vrij. Druk één keer op de rem. Hij kan nog wel één slag hebben. Pak hem nog één keer vast, tot slot. Zo, niet op het schroefdraad. Ik geef nog één keer de slag. Laat even zien als je thuis doet met een niet-ratel. Zo, die kant op. Zo. Hou hem goed vast, want ze zijn vaak vastgeroest. Eén keer de slag geven. Hij loopt nog steeds vrij. Perfect. Lieve mensen, dit was alles. Dit was hoe je achterrem kunt opstellen. Bij een Peugeot kan het zijn dat je een ringsteek 13 of 14 moet gebruiken. In het geval van Piaggio is het normaliter altijd een 10. Dus ook gebruik maakt van een ringsteek sleutel 10. En deze natuurlijk nu ook te koop via www.joeyschaap.nl. Als je gereedschap nodig hebt, check naar mijn website. Want wij verkopen ook nu steeksleutels. En dan kun je zelf hierin opstellen of je winstscherm loshalen. Maar net wat je wil. Voor het handige video mensen, doe even een duimpje omhoog voor mij. Abonneer op mijn kanaal en druk op het belletje. Want als jij doet, ben je de eerste die het ziet. Als er een nieuwe video online komt met how to iets vervangen, iets verbeteren, iets chiptunen aan je scooter. Je wilt het niet missen. Abonneer dus. Dank voor het kijken. I'm telling you, rustig.